Dag 2 van mijn 30 Day Yoga Challenge zit erop. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag woensdag. Het is 5 uur, want ik doe nog altijd mee aan het 5 uur avontuur van Cynthia. En deze morgen begin ik mijn dag met yoga. Want ik kan niet doen zoals de afgelopen dagen, zoals gisteren in de namiddag of in de avond. Want in de namiddag moet ik werken en in de avond ga ik uit eten met collega's voor nieuwjaar. Dus ik heb besloten om hem nu te doen. Om 5 uur stipt is het heel moeilijk om mij te concentreren in het schrijven. Dus dat ging niet. Dus ik kon wel wat nog video's editen. Maar ik heb besloten om te beginnen met yoga. Het is ook direct een heel goede start van je dag. En ideaal voor deze dag. Want ik was bijna aan het snoezen geslaan. Dag 2 van mijn 30 Day Yoga Challenge zit erop. De practice duurde 40 minuten. Dus het is nu 20 voor 6. Heerlijk toch, terwijl de meeste mensen nu pas beginnen met opstaan, ben ik al klaar met mijn yoga practice. Nu ga ik aan de slag. En ik heb wat havermout wafeltjes als ontbijt om te eten. Vrijdag ga ik naar de Creative Talks in Kortrijk. De voordelen van de warmste week. En daar spreken onder andere de uitvinder, de guy achter de Ugly Belgian Houses, maar ook Wonderbar, die heel veel voor Dansstudio Sarah filmt. En nog een aantal andere toffe, interessante sprekers. Dus ik zie er al naar uit. Als ik aan het schrijven ben voor mijn blog, dan schrijf ik eerst een stukje en dan lees ik het nog 700 keer na. En dan laat ik liggen tot de volgende dag en dan lees ik het nog een keer na. En dan verbeter ik het goed. En door. Of laat ik er iemand naar kijken ook soms. En dan zweer ik het online. En dat overlezen gaat ongeveer zo. 5 stappen van jou vertelt het verhaal van Stella, een meisje die leidt aan een taaislijnziekte. Stella is de dochter van 2 gescheiden ouders en houdt ervan om controle te hebben over alles. Zo staat. Oh. Zo staat ze verschillende to-do-lijstjes en schema's op. Ik ben niet zo heel tevreden over mijn tekst nu, maar ik kan er nu niets beters van maken. Ik denk als ik morgen met een frisse blik ernaar kijk, dat ik het toch nog een klein beetje ga kunnen aanpassen en echt schikken naar hoe ik het wil of hoe ik het leuk vind. Ik heb ook vandaag ontdekt dat mijn boek 5 stappen van jou, want die review ben ik aan het schrijven, ook verfilmd is geweest. En het beste van al, Cole Sprouse speelt een van de hoofdrolpersonages. Cole Sprouse is echt... Heel vaak als ik dieet voor het leven video's edit, begin ik met zo'n lange stukken. Like... 1 uur en 9 minuten, ik weet niet of je dat kan zien zelf. Maar er zijn heel veel stukken tussen altijd dat ik enorm kan doorspoelen. Dus dan wordt dan een vlog van 10 kwartiertje. 10 minuutjes, een kwartier. Jij. Oké, we gaan eraan beginnen. Beeldmateriaal van 1 uur en 8 minuten geleid naar 10 minuten. Ik kan dat! Trouwens, diëten voor het leven vlogs komen gewoon terug online na vlogmis, want dan haalt mij gewoon een schema er terug in. Op elke woensdag een speciale vlog en elke zaterdag proberen een video. Zoals op
Op, alles is op. Trouwens, iets waar ik mij de laatste dagen enorm aan stoor, is het feit dat supermarkten tijdens het jaar gewoon heel goed hun best doen om hun vegetarische en veganistische klanten tevreden te stellen. Maar tijdens de eindejaarsperiode valt dat gewoon helemaal in de duik. Ik kan verkeerd zijn, nee, maar bij Coroid, bij Lidl, bij Aldi hebben ze allemaal zo van die gourmetstelletjes. Ze hebben heel wat kant-en-klare, chique eindjaarsmaaltijden. Bij Coroid kan je er zelf bestellen. En dan heb je de vegetarische opties en dan denk je... ik heb echt binnen nog geen enkele vegetarische opties te zien. Zelf geen zo'n vegetarisch setje voor op de... in het gourmet pannen, in de gourmet toestelletjes. Of zo van die leuke aperitiefhapjes. Of zo van die kleine bouchetjes. Ja, ik weet niet hoe je dat in het mooie Nederlands zet. Zo die gevuld zijn. Daar zit er altijd wel iets vegetarisch. Meestal zit er wel iets vegetarisch in, maar het zijn ook zo altijd ham- en kaasdingetjes in. En, Dus step up your game in 2020. Dankjewel. Mocht iemand 800 euro over hebben en het niet aan een goed doel wil geven, geef dat mij voor deze iPhone. Weet je waar je wel echt gewoon moe aan worden tijdens vlogmas? Dus aan het feit dat je eigenlijk elke dag je video van de dag ervoor zet. En dat is nogal raar. Zo, je hebt het echt zo nog maar net gedaan allemaal. Staat hier zo'n trein mee? Yes. Dat is een die ik tweedehands heb gekocht. En die heeft zo een flap aan de achterkant. Ik kan het echt niet tonen en zo. Maar ik vind hem wel leuk. Zo vooral dit detail. En I'm wearing Harry Potter socks. Nu moet ik mijn stelletjes beginnen klaarmaken. Op luid. Want ik moet naar het onderhoud met mijn auto. Ik heb een afspraak om 10 uur en het is nu 9:30. Ik heb een afspraak om 11 uur en het is nu 9:30. Oh, ik was vergeten dat ik mijn ruit had openzet om deze kamer te verluchten. We gaan die vlucht doen. Hey, ik ben net terug thuis. Het is alweer eventjes geleden dat ik jullie zag. Ik ben op onderhoud geweest met mijn auto. Dat ging gewoon prima. Ondertussen een beetje kunnen lezen aan mijn boek. Dan heb ik hier middag komen eten. En dan ben ik naar het werk vertrokken. Ik heb gewerkt tot rond 5:30. Daarna zijn we met de collega's gaan eten. Het was namelijk... nieuwjaarsetentje voor ons klein teampje. Met ja, de collega's van de Palingbeek zitten. We zijn gaan eten in het Leedvermaak hier in Ieper. We hebben, ik heb toch fucini, een soort tagliatelle, maar dunner. Met broccoli en zalm en kruidenkaas en zo gegeten. Het was super lekker. En nu kom ik thuis en ik zie dat ik een kerstkaartje heb van mijn zus. Dus die ga ik open doen. Ik had ook eentje achtergelaten voor haar. Dus waarschijnlijk dat ze daarom zich half verplicht voelde om eentje terug te geven. Maar het is gewoon mijn kaartje die ze heeft geschreven. Ze heeft een superleuke tekening gemaakt. Ik weet niet of ik dat hier mag tonen. Kijk, daar staat de Olaf op.
niet meer op kerst bij mij, andere kerstkaartjes. Ik heb vandaag ook mijn kaartjes uitgedeeld aan mijn collega's en ik heb ook eentje teruggekregen. Is dat niet wat ik vandaag heb gestoken? Slim. Het is nu trouwens 9:30, dus ik ga een klein beetje later in mijn bed zitten dan anders. Maar het is oké. Okay. We zullen vandaag pakje nummer 18 open doen. En ik heb het idee dat het een prinsenkoek is. Het is inderdaad een prinsenkoek. Ik ga die morgen houden, voor morgen houden. Ik ga nu trouwens in mijn bed kruipen en hopelijk dat ik op tijd in slaap val. Want ja, morgen sta ik opnieuw om 4:45. Om 4:45 op. Wauw, dat was even een heel moeilijke zin. Oké, dan moeten er nog belangrijke mails in toekomen. Nope. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende vlog weer. Doedels!